Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Het is vandaag de dag dat we gedenken dat Jezus naar de hemel ging. Hemelvaartsdag. Dat hij als koning aan de rechterhand van zijn vader ging zitten om de wereld te regeren. Een vreemde dag. Een aparte dag. Hij ging weg. Hij liet ons alleen. Dat doet me denken aan een gebeurtenis nu 70 jaar geleden. Ik was zo'n jaar of 3, 4. En ik moest aan mandelen geknipt worden. Met mijn moeder ging ik naar het ziekenhuis. Ik was enorm bang. Mijn moeder zei, stil maar hoor, ik ben erbij. Ik ga met je mee. Maar op het moment dat ik binnengeroepen werd door de dokter, bleef mijn moeder zitten. Ze liet me in de steek en ik moest alleen naar binnen. Is dat misschien ook het gevoel geweest van de discipelen? Toen zij voor die enorme opgave stonden om de hele wereld tot discipel van Jezus te maken. Is dat misschien ook uw gevoel in deze tijd, in deze crisistijd? Waar is God? Laat hij me niet in de steek? Ik sta er alleen voor? Die vraag gaan we samen overdenken onder het thema In de steek gelaten. Een hele fijne en een gezegende dienst toegewenst. Wij beseffen dat we ook voor deze dienst de leiding van de Heilige Geest nodig hebben. En daarom willen we dat openlijk ook uitspreken. Onze hulp en onze verwachting, ook voor deze dienst, is van God de Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van God de Zoon, de Paasvorst, en van de Heilige Geest. En namens deze God mag ik ook u en jou groeten. Voor u, voor jou is er barmhartigheid, genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zullen we nu een prachtig hemelvaartslied gaan zingen? Het is weliswaar een oudtestamentisch lied, Psalm 47. Die werd gezongen bij een overwinning op de vijand. De ark ging mee en werd in triomf omhoog gevoerd naar Jeruzalem, naar de tempel teruggebracht. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Zullen we nu samen dan eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest en Gods nabijheid. Heere onze God, we danken u dat we midden in deze week hier samen mogen zijn in uw huis. En dat u ons de middelen geeft om ondanks de coronacrisis toch bij elkaar te zijn. Wat wij nodig hebben
is de leiding van uw Heilige Geest. En daarom bidden wij ook of Hij met kracht wonen en werken wil in ons midden. Kom, Heilige Geest, schenk ons een gezegende dienst. En geef ons in alle opzichten een goede verbinding met U en met elkaar. Bemoedig ons vanuit het zicht op Jezus aan de rechterhand van U, Hemelse Vader, de Koning die alles regeert, bij wie we troost kunnen vinden ook in deze aangrijpende tijd. Doe ons uw voelbare nabijheid ervaren, want u hebt het beloofd, ik ben met jullie alle dagen. We bidden om uw zegen voor alle die meeluisteren en meekijken. We bidden om uw zegen over alle diensten die wereldwijd worden belegd. Maar boven alles bidden wij om de verheerlijking van uw grote en heerlijke naam. In Jezus' naam bidden we dat samen. Amen. Wij openen het woord van onze God. En dat doen we bij Handelingen 1. Uiteraard het Hemelvaartsevangelie. Broeder Edwin Zwart zal met ons lezen Handelingen 1, vers 1 tot en met vers 11. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. En na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Tot zover de schriftlezing uit het woord van God. Oh.
verkondiging van deze morgen is genomen uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 16, het zevende vers. Waar Jezus tegen zijn discipelen zegt, op de avond, vlak voor Goede Vrijdag, dus op Witte Donderdag: werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Misschien nog beter vertaald met: werkelijk, het is beter voor jullie dat ik ga. Beter dat hij gaat? Een aparte tekst. Beter dat hij gaat. We willen dat samen overdenken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Als je snel de evangeliën leest, dan lijkt het wel alsof de evangelisten overrompeld zijn door het feit dat Jezus naar de hemel ging. Ze schrijven nauwelijks iets over een voorbereidingstijd. Als je Marcus leest, dan is het dezelfde hoofdstuk als de opstanding. Vertelt hij over de hemelvaart. Marcus sprak er aanvankelijk helemaal niet over, over de hemelvaart. Maar voegde dat later daar nog aan toe. Zeker, Lucas vertelt nog wel over de Emmausgangers. Maar aan voorbereidingstijd gaf hij geen informatie. Ja, ik weet het wel, hij heeft ook nog het boek Handelingen geschreven. En nu lijkt het alsof de apostel Johannes, die zijn evangelie veel later schrijft, heeft gedacht, dat moet rechtgezet worden. Johannes informeert ons dat de discipelen wel degelijk een voorbereidingstijd hadden. Zeker de laatste levensweek. Johannes is het meest uitgebreid over die laatste levensweek van Jezus. Hij vertelt vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 20 over die laatste dagen van Jezus. En dan met name over de laatste twee dagen, donderdag en vrijdag. En het lijkt wel alsof hij zich achteraf realiseert hoeveel Jezus hen heeft meegegeven. In hoofdstuk 13 stelt hij het heilig avondmaal in. Prachtig gedenken over zijn lijden en sterven. Verzoening over de schuld van de zonde en de dood. Afgelopen zondag hebben we erover gehoord. In hoofdstuk 14 schrijft hij over de belofte van de Heilige Geest. En in hoofdstuk 15 heeft hij het over de wijnstok en de ranken. Zoals die met elkaar verbonden zijn, zo ben ik met jullie verbonden. In hoofdstuk 16 gaat hij expliciet in op dat werk van de Heilige Geest. Wat doet die Heilige Geest nu? En in hoofdstuk 17 treffen we dat magistrale hoge priesterlijk gebed, waar hij bidt voor zijn kerk die staat in deze wereld. Johannes zegt dus, wij waren wel degelijk voorbereid. Alleen, ja, we waren zo door de omstandigheden bevangen dat we er niet aan dachten. Ze hadden het dus kunnen weten achteraf. Maar zijn wij niet precies hetzelfde? Vaak schieten wij toch ook in stress wanneer er moeilijkheden zijn. Ondanks de belofte dat Jezus zegt, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Ja, zegt u, dat weet ik wel, maar hoe is Jezus dan bij ons? Om dat te begrijpen, moeten we samen eerst eens even wat nadenken over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Hij wordt hier in dit gedeelte genoemd, in het Grieks, parakletos. En dat is best moeilijk te vertalen woord. De vertaling van 1951 heeft trooster. De nieuwe Bijbelvertaling zegt pleitbezorger. De Grootnieuwsbijbel zegt helper. De Telos-vertaling zegt bijstaander. En de Willibrord-vertaling zegt advocaat. Een moeilijk te vertalen woord, parakletos. Maar in ieder geval weten we de bedoeling. Het gaat om iemand die jouw belangen bij God behartigt. En dan zo dat je voelt dat God
erbij is. Het is dus heel positief bedoeld van onze heiland, wanneer hij zegt, ik ga wel weg, maar ik laat jullie niet alleen. Nu kan die belofte op zich te weinig zijn. Het kan overkomen als, ik denk veel aan jullie hoor. Dat hoor je in de samenleving wel meer. Bijvoorbeeld wanneer iemand ziek is en een vriend lange tijd niet naar de zieke omkeek. En wanneer hij op bezoek komt, verwijt de zieke het hem. Waar was je? Ik heb je gemist. En dan antwoordt de ander, ja, ik had even geen tijd, maar ik dacht wel veel aan je hoor. Natuurlijk ervaren we zoiets als veel te mager, als een dooddoener. Is dat hemelvaart? Jezus gaat weg, maar hij denkt veel aan ons hoor. Nee, gelukkig niet. Matteüs 28 zegt niet, ik denk veel aan jullie. Maar Matteüs 28 zegt, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Ja, maar had Jezus dan niet veel beter op aarde kunnen blijven? Gewoon bij ons en zijn residentie vestigen in, ja, waar eigenlijk? Ja, wij zeggen natuurlijk het liefst in Hilversum. En ook nog makkelijk, lekker dicht bij de studio's. Maar die christenen dan in Noord-Korea, die hebben het toch veel zwaarder dan wij. En hoe zou een bezoek met hem geregeld kunnen worden? Zou daar niet een heel ingenieus afsprakenbureau voor moeten worden ingezet? En dan nog, we voelen wel aan wat Jezus wil zeggen. Het is beter voor jullie. Nee, niet dat hij ertussenuit gaat, maar dat hij op een andere manier bij ons is. Om dat te begrijpen, moeten we nog eens dieper nadenken over de Heilige Geest. Wie is hij eigenlijk? Wij belijden hem als de derde persoon in de drie-eenheid. Wij zeggen dan, het is de Geest die van de Vader en van de Zoon uitgaat. Mag ik het nog eens wat anders zeggen? De Heilige Geest is de kern van God de Vader en de kern van God de Zoon. Hij deelt uit wat er ten diepste in de Vader en de Zoon leeft. Je kunt dus zeggen, als de Geest komt, dan komt God zelf in de gelovige wonen. Daar spreekt de Evangelie ook over. Als Jezus begint met zijn optreden, dan wordt hij gedoopt. En als hij gedoopt wordt en uit het water opkomt, daalt de Heilige Geest op hem neer. En de Vader die zegt, dit is mijn Zoon, mijn geliefde. De Heilige Geest is de inspirator, want alle drie de evangeliën schrijven en Jezus vol van de Geest ging aan het werk. De Heilige Geest is dus de inspiratiebron, de krachtbron van Jezus. En nu belooft Jezus diezelfde Geest die op hem was en die hem inspireerde. Hij belooft die Geest aan zijn gelovigen, aan zijn discipelen. Ga erop uit. In de kracht van die geest. En daarom moet Jezus ertussenuit, want die geest was op hem. En daarom zegt hij, het is beter dat ik wegga, want nu kan die geest op hen neerdalen. Jezus wil ons dus bemoedigen met dat beeld. En we begrijpen het ook, die geest kan pas komen als Jezus is vertrokken. Als verhoogde Heer kan hij nu die Heilige Geest aan ons zenden. Vandaar die woorden, het is beter voor jullie. Wat Jezus hier dus aankondigt in Johannes 16, dat is werkelijkheid geworden in het boek Handelingen. In Handelingen 2 op die eerste Pinksterdag gebeurde het. Je ziet dat die geest op die discipelen neerdaalt. En daar staan ze, die bangerikken,
die achter een gesloten deur wegkroop. En Petrus die verloochent. Hij staat daar te preken, vol van de geest. Vrijmoedig, want de geest neemt hem in bezit. Geen aarzeling, maar een heerlijk getuigen. Omdat de Heilige Geest in hem woonde en werkte. Waarom? Hoe kan dat? Omdat Jezus nog veel dichterbij was dan eerst. Dus niet Jezus dacht veel aan zijn discipelen, maar Jezus was zo dicht bij hen dat zijn aanwezigheid tastbaar werd gevoeld en ervaren. Kijk, en nu begrijp ik dat dat woord parakleet zo moeilijk te vertalen is. Want die Heilige Geest is zo veelzijdig. Prachtig, die vertaling van 51, trooster. Want hij vervulde het gemis van Jezus. Hij was er niet lijfelijk meer bij, maar het werd helemaal gecompenseerd. Maar ook helper en bijstaander. Want hij was de krachtbron van zijn kerk en gemeente en van de gelovigen. Maar ook pleitbezorger en advocaat. Omdat ze in zichzelf toch zondige mensen blijven. Die gemakkelijk een verkeerde weg ingaat, inslaan. Rijk om dan hem als pleitbezorger in de hemel te hebben. Paulus zegt het ook in Romeinen 8. Die aan de rechterhand van God zit en die voor ons pleit. Nee, niet op de knieën, Vader, wilt u alstublieft, maar als rechthebbende. Ik heb voor hen betaald. Zo vieren we in deze tijd hemelvaart. Wat een bemoediging. Jezus liet ons niet in de steek, maar hij ging weg om nog dichter bij ons te zijn. En dan werkelijk bij iedere gelovige. Dus ook bij jou, bij u, in je alleen zijn, in het gemis van je geliefde, in het verzorgingshuis zonder bezoek, in je verlangen om je kinderen te knuffelen, in je niet naar school kunnen, in je angst voor het coronavirus, in je zorgen om je werk. Op de IC, waar je van de wereld niks meer weet. Je dagelijkse handicap. Je angst voor de dood. In al die situaties geldt, houd dit vast. Ik ben met jullie. Nee, niet ik denk aan jullie. Maar ik ben met jullie. Alle dagen. Altijd. Hemelvaart. Wat een rijk feest. Durf jij uit deze werkelijkheid te leven? Die geloofswerkelijkheid van de aanwezigheid van Jezus? Voel de kracht, ervaar de kracht van de Heilige Geest. Want hij is jou beloofd bij de doop. Hemelvaart. Wat een rijk feest. Waard om te vieren. Amen. Die ten hemel vaart, mij is allemaal.
We gaan nu deze dienst afsluiten met dankgebed. Grote God, liefdevolle Vader, Heer Jezus, Heilige Geest, wij willen u danken dat uw woorden geen loze woorden zijn. Wij danken u dat u niet alleen aan ons denkt, maar veel dieper, dat u werkelijk bij ons bent. En dat niet alleen bij ons, maar bij alle christenen wereldwijd. Ieder die zijn vertrouwen op u stelt, mag weten dat u erbij bent. Uw kerk getuigt dat ook, al 2000 jaar. Jezus is erbij. Het was ook de krachtbron en het is de krachtbron van uw kerk. Wat rijk om zeker te mogen weten dat u erbij bij ons bent. Dat u erbij bent, ook in moeitevolle omstandigheden, in gemis van geliefden, in verzorgingshuizen, in niet naar school kunnen, in onze angst voor corona, in onze zorgen om ons werk, op het IC, in onze dagelijkse handicap, in onze angst voor de dood. U bent erbij. En daar danken wij u voor dat we dat zeker mogen weten en mogen vieren met hemelvaart. En daarom bidden we samen ook, verheerlijk uw glorierijke naam in deze wereld, juist wanneer wij als mensen onzeker zijn. Geef ons wijsheid om het coronavirus te bestrijden. Geef medicijnen, geef een vaccin. Geef alle in de verzorging van zieken of ouderen uw uitstraling. Laat iedere christen lijken op u, Heer Jezus, in liefde en in zorg. Zegen onze regering met wijsheid en alle overheden wereldwijd. We bidden voor hen die hun werk of hun bedrijf zien verdampen. Geef uitkomst en oplossingen, ook voor de economische crisis die dreigt. We bidden voor zendelingen en hulpverleners om bescherming. Zij die op de frontlinie staan, bescherm ze. Bidden voor mensen die verstoken zijn van medische zorg, mensen in sloppenwijken of vluchtelingenkampen. Wees ze nabij en doe ze ervaren dat er aan hen gedacht wordt door de medemens, maar dat u bij hen bent en zorgt voor middelen om alles te bestrijden. Trouwe God, we danken u, maar we hebben ook veel te bidden. En we willen ons afhankelijk opstellen tegenover u. Heren, hier zijn onze kleine handen. Grijp ze vast. Heer Jezus, blijft u bij ons. Uit genade. Amen. Ik mag nu de collecte aankondigen. Collecte is voor Red een Kind. En van harte bij u aanbevolen. En straks komt nog wel in beeld hoe u deel kunt nemen aan deze collecte. Samen ons slotlied gaan zingen. Dat is opwekking 366. Dat prachtige lied over Jezus aan de rechterhand van de Vader, gekroond met de gouden kroon.
We zijn gekomen aan het einde van deze dienst. En daar mag ik u de zegen van God meegeven. En die zegen is veel meer als God denkt aan ons. We hebben het vandaag gehoord. God zegt, ik ben erbij. Werkelijk, ik ben erbij, tastbaar en voelbaar. Zie zo de zegen van God, dat Hij met ons meegaat. Verheft uw harten tot God en ontvang die zegen. Laat hem bij u binnenstromen. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest voor u, voor jou, voor ons allemaal. Amen.